En tot slot kijken we nog even vooruit naar volgende week. Donderdag 6 juni mogen we namelijk weer naar de stembus. En deze keer is dat voor de Europese verkiezingen. Helaas is dat toch een beetje een ondergeschoven kindje wat betreft verkiezingen. Zijn we hier al een beetje van op de hoogte? Zo 9 dagen vooraf? 6 juni, wat gaat u doen? Stemmen. En u heeft de keuze al gemaakt? Of, Ik denk een groene partij. Nee, daar, geen idee nog. Nee. Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. Ik heb wel gisteren stemwijzer ingevuld. Daar kwam VVD, CDA en BBB uit. Maar ja, ik weet het nog niet echt. Het is nog een beetje kijken en nog een beetje de standpunten goed doorlezen. 6 juni. Is er dan iets speciaals? Ja, de Europese verkiezingen. Voor het parlement. Ik heb me er nog niet in verdiept. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Dus dat moet ik nog maar wel even snel gaan doen. Waar baseert u de keuze op? Hoe maakt u die? Omdat ik natuurlijk niet zo blij ben zoals het nu gaat. Dus als we ons kop in het zand blijven steken, dan houdt het ook een keer. Nou, ik heb nog niet mijn keuze definitief gemaakt, maar ik heb wel al een beetje georiënteerd door de stemwijzer en een beetje praten met mijn familie en zo. En hoe belangrijk is Europa voor u eigenlijk? Toch heel belangrijk. Een hoop dingen die je als Nederland niet alleen kan regelen en beter gezamenlijk kan doen. Dus bijvoorbeeld de veiligheid, defensie, maar of klimaat en dat soort zaken. Ja, Nederland is zo'n klein kutlandje. Wat stel je überhaupt nog voor? Nou ja, eenheid wel. Dat sowieso. Maar om dat allemaal een eenheid te krijgen, dat is wel een kunst natuurlijk. Hè? Ja. En wie dat moet doen, dat durf ik niet te zeggen. Ik wil het wel proberen, maar ik heb weinig kans, denk ik. Je kunt alleen iets presteren als je dat in een groter verband doet. En daar hebben we Europa voor nodig. Ik denk dat het wel belangrijk is dat Europa wel gewoon meer samenwerkt. Daar ben ik wel voor. Dus mijn stem is daarin eigenlijk ook wel belangrijk. Maar hoe of wat, dan moet ik dus nog even verder gaan uitzoeken. Ik moet stemmen en ik ga, maar als je nou zegt van wat gaat er gebeuren, ik heb geen idee. Het is toch één keer op zootje.